Wij zijn de daklozen en we zingen. Het Haagse straatnieuws. U heeft hem vast wel eens gekocht. En u heeft vast ook wel eens een praatje gemaakt met de verkoper. Maar Signac vraagt zich af, wie maken die krant? Wie zit er daarachter? Waar gebeurt dat? En daarom gaan we vandaag op bezoek bij de redactie van het Haagstraatnieuws. We hebben er niet voor gekozen, maar we leven nou eenmaal in een hoek. Leer je 's morgens opstaan, hoop je op een ontbijt. Ik ben Floor, Floor de Boys, en ik ben sinds 1 maart van dit jaar, 2011 spreken we nu nog, hoofdredacteur van Haagstraatnieuws. Wat doe je hier in deze ruimte? Hier zit ik heel saai achter de computer, maar er gebeurt toch wel heel veel natuurlijk, ook al zie je dat niet direct aan deze ruimte. Hier komen ook veel telefoontjes binnen van kopers van het Haagstraatnieuws die bijvoorbeeld hun vaste verkoper missen. Dat is heel erg leuk, er is erg veel betrokkenheid van onze lezers. Verslaggevers, dakloze verslaggevers die op regelmatige basis iets voor jullie doen. Nee, die hebben we nog niet. Het zou best kunnen dat we die nog krijgen. Maar je moet twee dingen wel uit elkaar houden. Kijk, onze distributie is inderdaad waardoor wij ons specificeren. En we schrijven ook veel over daklozen. En het zou best kunnen dat zij ook in onze krant schrijven. Maar onze lezer is niet een dakloze. Hè, onze lezer is hoog opgeleid, zit op het zand, heeft over het algemeen goede financiën. En die zijn wel geïnteresseerd. Het zijn ook betrokken mensen, veel. Anders kopen ze die krant natuurlijk niet. Dus ze willen wel over dak- en thuislozen lezen. Maar niet alleen maar. Dus vandaar dat we ook een mix hebben van ook heel veel gewoon over Den Haag. En ik probeer wel een beetje de verrassende kanten van Den Haag op te zoeken. Waarom ben je dit gaan doen? Waarom deze krant? Nou ja, dan moet ik natuurlijk eigenlijk een heel idealistisch verhaal gaan vertellen. Maar eigenlijk gewoon omdat er een vacature was. En die stond in de Volkskrant. En die zag ik vorig jaar rond deze tijd. En ik ben al heel lang als journalist werkzaam in Den Haag. Dus ik heb mijn hart eigenlijk vooral aan Den Haag verpand. En ik heb ook over de chique kant van Den Haag geschreven. Maar ik vind de Ravelrand ook heel interessant. En het leek me gewoon ontzettend leuk om een eigen krantje te maken. En dat is het ook. Het is hartstikke leuk werk. En je bent toch ook nog zinvol bezig. En ik leer er ook heel veel van. Het mooie is dat toen ik hier net een paar weken aan de slag was, was het net alsof ik de stad anders ging zien. Alle daklozen die ik eerst eigenlijk wegzeefde uit mijn beeld, wegfilterde, die zag ik opeens. Alsof daar een soort spotlight op kwam. Do the best you can. Tomorrow is another day in paradise. God bless. Ik heb begrepen dat er een cd is van het Straatnieuws. Kan je daar iets over vertellen? Dat is waar. Sinds vorige week donderdag is er een cd te koop voor 2 euro bij je vaste straatkrantverkoper. Elke straatkrantverkoper heeft 10 cd's gekregen. Via een subsidie van Fonds 1818 is de cd tot stand gekomen. En het is dus een manier om straatkrantverkopers een bonusje te geven. Dus, en wat staat erop? Er staan 2 liedjes op, Koop die straatkrant en De dakloze blues. Zwerven door de straten, op zoek naar dat beetje geluk. Voelt je zo verlaten, je zit soms eindeloos stil. We willen als normaal gezien worden. Want we kunnen er niks aan doen. We hebben te veel zorgen. Hebben niks aan valse trots en moed. Er bestaat een keurmerk van het Haagse Straatnieuws. Wat houdt dat in en heeft het effect? Dat klopt, dat keurmerk dat hebben wij sinds een paar nummers. Overigens niet alleen in Den Haag, maar ook in Utrecht, Haarlem en Amsterdam hebben de straatkranten dat keurmerk. Want dat hebben we met z'n vieren in het leven geroepen. En wat houdt dat keurmerk in? Dat houdt in dat wij zijn allemaal aangesloten bij een internationale organisatie van straatkranten. En wij hebben een
bepaald percentage dat naar de verkoper gaat. Dus het is echt in die zin een bona fide organisatie. Dus niet dat ik er rijker van word, maar het gaat naar de verkoper. We hebben een deugdelijke journalistieke inhoud. Dus als je in onze kranten een artikel leest, dan is dat gewoon goed gemaakt. Dus met duidelijke bronnen, hoor en wederhoor. Dus het verhaal kan getraceerd worden. Dus het is niet uit de duim gezogen of wat heel veel gebeurt in die minder goede kranten. Dat het gewoon copy-paste van internet wordt gehaald. En dat helemaal niet gecheckt is, klopt het wel. Dat soort dingen allemaal zijn bij de kranten die het keurmerk voeren, die vier kranten die ik net noemde, allemaal gewaarborgd. En heeft dat voor jouw idee een positief effect op de verkoop van de straatkrant, van de officiële, van het Haagse Straatnieuws bijvoorbeeld? Ja, ik heb de indruk, ik krijg van verkopers terug dat ze het prettig vinden dat ze dat keurmerk nu kunnen laten zien. Want er zijn naar aanleiding van het programma Radar wel veel meer vragen gekomen, ook hier op de redactie, van ja, hoe weet ik nou of ik een echte goede krant koop? Want ik wil mijn geld alleen maar uitgeven aan als ik echt mensen daarmee help en niet aan een van de malafide organisatie. Dus in die zin helpt het voor het consumentenvertrouwen. Koop die straatkrant, kopen in heel Nederland. Kijkers, leuk dat je kijkt. Dit keer zijn we met Cineac Den Haag bij het evenement Black or White is Alright. Dat is een evenement die is verzorgd door stichtinghindustani.nl. En dat gaat over de multiculturele samenleving. En daar gaan wij straks wat mensen vragen over stellen. Ben ik heel erg eigenlijk nieuwsgierig naar de beeldvorming over de Polen die hier zitten en de Hindustanen. Wat voor beeldvorming heeft men over jullie? Raam, dat is ook goed. En het Pools. Hoe gaat het in het Pools? Hoe zeg je dag in het Pools? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Te zien als mens, omdat u een spiegel bent van mij, daar ik ook een mens ben. Dus u kunt alleen bestaan omdat ik besta. Dat is die Ubuntu-theorie. Ik ben opgegroeid met verschillende culturen. India's cultuur, Surinaams, Caribisch cultuur, Nederlands cultuur. En dat kan allemaal wel samen met elkaar. Je hoeft je niet echt allerlei vooroordelen over elkaar te hebben. Kijk, je hebt een eigen kracht. En wat ik wil is dat je aan die kracht dingen toevoegt wat andere culturen met zich meebrengen. Maar je hoeft een andere cultuur niet te veroordelen of minderwaardig te verklaren. Dat is niet nodig. Ik ben eigenlijk Pool, dus ik ben nieuwkomers. En daardoor integreer ik mij sneller in Den Haag. Dus ben ik heel veel blij en tevreden dat ik hier woon. De multiculturele samenleving, of ja, interculturele, multiculturele, hoe ziet u dat de komende jaren, hoe ziet u dat voor u? Kijk, als jij zegt van jongens, ik ben hier, laat mij maar, ik heb mijn Nederlandse paspoort, ik heb wat geld, ik werk of weet ik niet, hè? Anderszins krijg ik wat geld. En laat mij in mijn mandir of in mijn tempel of in mijn moskeeën zitten, achter Bollywood films, achter de schotel, in de theehuisjes en ik wil niets te maken hebben met Den Haag. Ja, dan gaat het natuurlijk niet goed. Maar je moet bereid zijn om te investeren in die stad. En dat is de uitnodiging. Dat moet je doen. Doe je dat niet, dan gaat het niet goed met Den Haag. En als het niet goed gaat met Den Haag, gaat het niet goed met jou en ook niet met je kinderen. Nou, dat kan je toch niet toestaan. Dus wat mij betreft, you cannot avoid it. Multiculturaliteit is er, het is een feit. En we zijn verplicht om daarin te investeren. Zo simpel is het.
wat stond op onze flyers en posters is ook dat we willen van multiculturele naar interculturele samenleving. Wat houdt dat in? Multiculturele samenleving zijn alle etnische groepen die naast elkaar leven, maar niet met elkaar. Interculturele is interactief. Het maakt niet uit waar je komt vandaan, maar je deelt je eigen gedachten, problemen enzovoort. Dus daarom willen we in deze richting. Dus als je nog ziet, nog steeds weinig Nederlanders op dit zulke evenementen. En waarom? Ja, misschien zijn ze niet open voor dit soort problemen of ze hebben andere interesse. Dus volgende keer zouden we heel graag willen nog meer Nederlandse mensen zien. Dus niet alleen voor de twee culturen, maar iedereen is van harte welkom. Ik vind het heel erg leuk. Het is heel erg interessant natuurlijk. Het is multiculturele samenleving. Het is heel belangrijk dat dit gebeurt. En ik vind het leuk. Ik ben blij dat ik ben gekomen. Wij hebben het weer leuk gehad hier met Cineac Den Haag vanuit het Theater de Regentes. Op de Weimarstraat en de hoek van de Regentessenplein. En wij hopen natuurlijk ook dat in de komende jaren de multiculturele samenleving gewoon verbeterd wordt. Ik zal het vast gaan maken, ik kan niet achterlopen, zie mijn stappen maken. Ben zo verzekerd, ik gooi money in rap. Maar als een nigger flop, dan is mijn money verpest. Dus zie me draaien bro, je vindt het fucked up. Ik zie jij draait ook de andere kant op. Nou jongens, we zijn hier bij Bink 36 en we zijn hier met Ben van der Linden en Samir Yazami. En zij zijn van het Haags Hip-Hop Centrum. En jullie hebben een show hier vanavond, een vierjarig bestaan. Vertel eens wat Ben, waarom? Nou, super tof. Sowieso vieren we het vierjarig bestaan van het Haags Hip-Hop Centrum. Maar extra speciaal aan vanavond is dat het een voorstellingsavond is. Dus alle groepen van het Haagse Hip-Hop Centrum hebben een voorstelling voorbereid. Of hebben echt een show gemaakt. Zijn ze afgelopen maanden mee bezig geweest. En 7 dansgroepen, 3 rapgroepen, DJ's hebben een show gemaakt. Graffiti-expositie zie je hierachter. Wordt echt super tof. Showcase Night, de winter editie. Super tof dat jullie er allemaal zijn. We hebben een heel leuk programma voor jullie. Een pittige vanavond. We hebben spetterende shows, keyboards, b-girls, DJ's, rappers en rappers. Wij zijn allebei b-boys. Sammy hier is van Mind Your Steps. Ik ben van Styles Confidential. En ja, hiphop heeft mij zo... Al het goede in mijn leven heeft hiphop mij gebracht. En dat wens ik iedereen toe. Je ziet vanavond alle soorten en maten, jongeren uit alle hoeken en gaten van Den Haag. Het is leuk dat iedereen te samenkomt. De leeftijd maakt ook niet uit. Je gaat het straks zien in de shows. Kan jij mij vertellen wat hiphop is? Hiphop is een cultuurvorm. Dat bestaat uit 4 elementen. Breakdance, graffiti, DJ'en en rappen. Is een dans, breakdance zo, gewoon dansen, moves doen.
hoe is dat nou als meisje? Hoe heet dat dan? Nou, als je als jongen breekt, dan heet je b-boy. En als meisje heet b-girl, breakgirl. Hey, moet je daar nou heel stoer voor zijn? Krijg je niet constant blauwe plekken? Nee, je moet wel een beetje, je moet er wel een beetje tegen kunnen. Maar heel veel blauwe plekken krijg je er niet voor. Nee, met een haar, stad van Rode Paard. Zeg je goed, dromen daar. Rechtgoed, de vloot is waar. Nu chef, net zo zacht en nu ook. Die kan wat, die klap van. Die mij van, de stad strak van wat. Ah, oh, hier, bij de eerste lijn. Zie ik niet in het licht vallen. De nacht is avond, dan wordt de deur in huis vallen. Want de laatste tijd zie ik lekker steeds vlammen. De dag was groot, homie, op die boven je hebt weer lekker. Alle jongeren die zin hebben om eens te kijken, wat is hiphop of misschien wel meer te leren, die zijn allemaal welkom, die mogen zomaar komen. Ja, die kunnen altijd gewoon langskomen, ze zijn altijd, staan altijd open voor iedereen. En ja, je kunt ons vinden via Google Haagse Hiphop Centrum of www.stichtinguit.nu. Hey, en jullie zijn elke dag open? Bijna elke dag. 5 dagen per week. Zondags niet? Zondag zijn we ook open. Er is een vrije training beneden in het Haagse Hiphop Centrum. Maandag voor de B-girls, dinsdag voor de breakers, woensdag voor de breakers en de graffiti mensen. Donderdag hebben we breken en DJ'en. Zondag hebben we ook popping en de breakdance vrije training. Iedereen is welkom. Hey, en waar zitten jullie eigenlijk samen hier? We zitten hier op de Bink 36, beneden in de kazerne. Wat is hiphop voor jou? Mijn leven. Ja, simpel gezegd, mijn leven. Mijn inspiratie, mijn doorzettingsvermogen. Alles aan elkaar hiphop wel. Ik luister de muziek en ik dans de dans en ik ken de DJ's en ik vind zeg maar de kunstwerk zoals hierachter vind ik gewoon super tof. Ja, ja, hiphop is, ben ik gewoon eigenlijk ook. Voor mij is het is meer dan een hobby, het is een soort passie eigenlijk. Het is iets, een hele community. Je kent al de mensen hier zo en ja, het is een soort familie eigenlijk. En jij, ben je ook van de familie? Ja, ik ben ook van de familie. Wij zijn zusjes. Het is een manier van leven eigenlijk. Het beïnvloedt je best wel met je alles hoe je gaat denken over bepaalde dingen. En zo. En laat je horen voor de groep van de doel! Jullie weten precies hoe het gaat. Jullie luisteren allemaal naar Sinia Klaak. Dank jullie wel. Abo, volg me op Twitter. Abo _. Hoi, ik ben Björn van Siniak Den Haag en we staan hier vlakbij Den Haag, Hollandspoor. Zoals je ziet zijn er hier panden en die zien er echt heel lelijk uit. En de gemeente doet er eigenlijk niets aan. Het college verwerpt steeds het plan om wat aan die panden te doen. Dus zometeen hebben we een gesprek met Joris Wijsmuller, de fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, die ons wat meer gaat vertellen over het hoe en wat en waarom over deze panden. Meneer Wijsmuller, waarom staan we hier? Nou, dit is een van de belangrijkste entrees van de binnenstad. Daar heb je Hollandspoor. Komen dagelijks hier 10.000 bezoekers die willen richting de binnenstad. En dan voor zo'n belangrijke entree hebben we hier dus deze panden die gewoon als een puinhoop zijn achtergelaten door een projectontwikkelaar. Die deze panden had gekregen van de gemeente voor een prikkie met de verplichting om ze om te knappen. Maar hij komt zijn beloftes niet na, hij komt zijn contracten niet. En waarom niet?
Nou ja, waarom, dat is mij een raadsel. Ik heb al 5 jaar geleden de wethouder gewaarschuwd voor de praktijken van deze ontwikkelaar. Dat is Gesten Vastgoed. Die heeft ook andere projecten in de binnenstad ontwikkeld waar ook veel leegstand nog steeds is. En de wethouder wilde steeds niet luisteren. Maar nu zitten we dus met deze puinhoop zijn we achtergebleven. Wat vind je van die panden hier zo bij die tramhalte bij Holland Spoor, hoe die erbij staan? Ja, die zouden wat mij betreft zo snel mogelijk tegen de vlakte mogen. Ik vraag me af waarom ze nog steeds staan eigenlijk. Het is een doorn in het oog, het ziet er niet uit. En ook merk je dat de huizen allemaal, duiven in en zo. En op het moment dat ze daar gaan bouwen, dan gaan die duiven weg en dan zitten ze bij mij op het balkon. Dat is één grote duivenbende. Dus nee, daar word je niet blij van. Het kan beter weg en in plaats van dat kunnen er misschien winkels komen of iets. Ik vind het gewoon stinken, maar gewoon gadverdamme gewoon. Soms als ik langs loop, komen gewoon muizen er vandaan. Dus gewoon, weet je wel, van die kleine tyfusmuisjes gewoon. Ik denk, wat de fuck gebeurt er nou, weet je? Wat zijn zeg maar de invloeden voor de buurtbewoners dat deze panden zo op deze manier nu hier staan? Ja, het gebied Holland Spoor, dat was noodgebied. Dat is al vervelend genoeg voor de bewoners. Maar dat heeft ook te maken met de indruk die mensen hier hebben. Het oogt hier onveilig. En dat heeft ook te maken met de uitstraling van dit soort panden. Het is dramatisch. Er wonen mensen achter al jaren, die al jaren klagen. Terecht, ontzettend terecht. En die klachten komen ook elke keer weer aan bij de gemeente. Want als je daar aan die achterkant kijkt, nou, daar bent u waarschijnlijk geweest, nou, je raakt absoluut in een depressie. En dat is absoluut zonde, want iedereen is hier echt tevreden over de buurt. Hartstikke leuke buurt, trekt leuke mensen aan. En het plan voor deze panden was ook heel goed voor de buurt. Dus horeca onder, maar daarboven zat een grote diversiteit aan woningen. En dat is wat de buurt elke keer vraagt. Bouw ook voor oudere mensen, bouw ook grotere woningen. En terwijl hier we helemaal volgepland worden met studentenhuisvesting, dus allemaal eenkamerwoningen, zat in dit plan een heel interessante reeks aan woningen. Dat is ook niet goed voor de ondernemers die hier in het gebied gewoon een winkel willen runnen. Eigenlijk was de bedoeling dat hier terrasjes voor zouden komen, dat hier horeca zou komen, dat hier gewoon goed gewoond kon worden. Daar hebben de bewoners belang bij, want dan gaat de buurt opbloeien. Dat is ook belangrijk voor de ondernemers in de binnenstad die gewoon zoveel mogelijk bezoekers willen trekken. En dan moet die entree moet aantrekkelijk zijn en mensen stimuleren om naar die binnenstad te gaan. Vindt u van die panden hier bij de tramhalte bij Holland Spoor dat die er zo bij staan? Het staat veel te lang leeg en gesthuis is teruggetrokken, heb ik gehoord. Dus dat is, je weet niet wat er gaat mee gaat gebeuren. Het kan misschien beter helemaal plat een nieuwbaan neerzetten. Dat is misschien de oplossing. Wat kan de buurtorganisatie betekenen om dat weer helder te krijgen, dat het allemaal weer mooi wordt? Wat wij op dit moment kunnen bijdragen, dat is dan nog eventjes de vraag. Maar het is zoals altijd hebben we vaak wel suggesties. En de suggesties in, zoals wat? De suggesties in ieder geval om te kijken of daar in ieder geval, als het kan, iets op korte termijn zou kunnen gebeuren. Want we hebben lang genoeg tegen de bouwval aangekeken. En we willen natuurlijk ook heel graag dat we horen of er al heel snel een lange termijn ontwikkeling kan worden gestart. Kun je een indicatie geven van wanneer je denkt dat dit weer gewoon helemaal netjes zal zijn? Ja, nou, dit heeft dus nu al 5 jaar vertraging gehad. Omdat we gewoon 5 jaar lang hebben moeten wachten op Gesten Vastgoed, die uiteindelijk alleen maar heeft gesloopt en verder niks heeft gedaan. Dus nu moet er gewoon worden omgeschakeld naar een nieuwe projectontwikkelaar. De wethouder heeft nog opheldering te geven hoe dat nou precies is afgelopen met Gesten. En hij zal dus nu met een plan moeten komen. En ik denk dat we op zijn vroegst hier over 1,5 jaar, 2 jaar weer opknapwerkzaamheden kunnen zien. Dus ja, we moeten echt zorgen, alles op alles zetten, dat het gewoon zo snel mogelijk gebeurt. Maar door deze ellende van Gesten Vastgoed hebben we ontzettend veel vertraging opgelopen. Hopelijk zal deze wijk dus inderdaad binnen niet al te lange tijd weer herrijzen tot iets schitterends. Dit was Björn van Siniak Den Haag. Tot de volgende keer. I'd send a postcard to you, dear, 'cause I wish you were here.
same without you, because it takes two to whisper quietly. The silence isn't so bad till I look at my hands and feel sad, 'cause the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly. I'll find repose in new ways, though I haven't slept in 2 days, 'cause cold nostalgia chills me to the bone. But drenched in vanilla twilight, I'll sit on the front porch all night, waist deep in thought, because when I think of you, I don't feel so alone. I don't feel so. I don't feel so.